Welkom bij de examentraining over drie typen biologisch onderzoek. Natuurwetenschappelijk onderzoek hebben we het dan over. En die drie typen deel je in op grond van een soort vraagstelling. Je hebt het beschrijvend onderzoek, je hebt hypothese toetsend onderzoek en tenslotte nog ontwerpend onderzoek. De eerste, beschrijvend onderzoek, gebruik je als je iets in kaart wil brengen. Als je iets wil beschrijven, dus welke soorten er voorkomen in een sloot bijvoorbeeld. Je gaat dan je gegevens waarnemen en ordenen. Die leg je natuurlijk ook vast. En in de systematiek, etologie en wat ik net vertelde al, ecologie, worden die gebruikt. De tweede kom je het meeste tegen, hypothese toetsend of experimenteel onderzoek. En dat begint met een wat is vraag. Wat is het verband tussen het een en het ander? Daarvoor heb je een goede opzet nodig. Met een variabele. Eén variabele, de onafhankelijke variabele die je zelf varieert en de afhankelijke variabele die jij daarbij toetst. En een blanco. Veel gebruikt bij fysiologie, etologie, geneeskunde en ook weer bij ecologie. Ontwerpend onderzoek gebruik je als je materialen of instrumenten of methoden wilt gaan bedenken of verbeteren. Bij fysiologie, etologie en vooral geneeskunde en ecologie wordt dat gebruikt. De onderdelen van de proefopzet, en we kijken hier naar het hypothese toetsend onderzoek, oftewel het experimentele onderzoek, heeft een aantal fases. De oriëntatiefase, die je kunt onderverdelen in de onderzoeksvraag en de hypothese, het werkplan, de resultaten en als vierde de conclusie. We gaan ze bekijken. De oriëntatie, die kun je een voorbeeld hebben dat op veel plekken het milieu vervuild is met olie. En algemeen heb je het idee dat die olieproducten een schadelijke invloed hebben op organismen. En je gaat dan eens kijken naar kiemplantjes. Dat doe je in dit geval omdat het natuurlijk makkelijk aan te komen is. De onderzoeksvraag is datgene waar jij achter wilt komen met die proef. Dus in dit geval wil je kijken of het zo is dat plekken vervuild met olie, dat daar de ontwikkeling van kiemplanten langzamer gaat. Dus bijvoorbeeld vraag zou kunnen zijn, wat is de invloed van dieselolie op de ontwikkeling van kiemplanten? Je noemt er dus al dieselolie en kiemplanten en je noemt de ontwikkeling. Daar hoort een hypothese bij. En dat is een voorlopig antwoord op je onderzoeksvraag. Dus wat jij denkt dat het is. Je mag daar natuurlijk geen vraag in stellen, maar je mag er ook geen verklaring in geven. En je kan het in een als-dan formulering doen. En dat ziet er zo uit. Als de concentratie dieselolie in water hoger is, dan zullen de kiemplanten zich minder goed ontwikkelen. Dan ga je een werkplan maken en daarin moet je beschrijven welke factor of grootheid en grootheid je wil variëren. Dat is de onafhankelijke variabele, dat is in dit geval dus de dieselolie. Bijvoorbeeld de concentratie dieselolie. Welke factoren en grootheden moeten constant blijven? Nou, dat is simpel, alle overige. Dus zet dat zo mogelijk ook in je examen, want dat levert je al gauw een punt op. Licht, temperatuur en hoeveelheid water, die mogen niet veranderen. En dan schrijf je natuurlijk ook op welke factor en grootheid je gaat meten. En dat is de afhankelijke variabele. Want die verandert dus als jij de hoeveelheid dieselolie gaat veranderen. En dat is in dit geval de ontwikkeling van de planten en die meet je door de grootte. En we hebben weer een aantal tips. Denk aan een controleproef, een blanco. Dus één waar je kan controleren wat er gebeurt als die invloed er niet is. Alle gegeven materialen, want vaak op je examen zul je een lijstje met materialen krijgen, allemaal gebruiken. Een voorbeeld. Materialen, 4 petrischalen, filterpapier, 40 tuinkerszaden, water, dieselolie, belichting en meetlat. Die heb je allemaal nodig. Soms zijn die gegeven en moet je zelf de rest van het werkplan maken. Nou, de uitwerking van het werkplan. Stap voor stap schrijf je op hoe je een onderzoek uitvoert.
dus iemand anders moet jouw onderzoek kunnen nadoen. In dit geval in elk petrischaaltje 10 zaden op filterpapier leggen. Het filterpapier wordt vochtig gemaakt met in elke petrischaal een andere concentratie dieselolie, beginnend met 0,0 gram olie per liter en dat is je controleproef. Zaadjes krijgen allemaal dezelfde hoeveelheid, dat levert je al gauw weer dat punt op. Na 2 weken wordt met behulp van de meetlat de lengte van kiemplantjes gemeten en het gemiddelde berekend per petrischaaltje. En ik zou hier nog graag een aantal andere oplossingen willen zien. En die staat er hier niet bij, dus ik vind hem nog niet helemaal goed. Oké, de resultaten. Ga je een grafiek maken. Je moet de x- en de y-as volledig benoemen. Dus niet alleen de grootheid, maar ook de eenheid. Dus tijd in dagen. Lengte in millimeter. De x-as staat de onafhankelijke variabele, dus datgene wat je varieert. En de y-as de afhankelijke variabele, wat daardoor verandert. Dan ga je punten met een vloeiende lijn verbinden. Denk eraan dat die gloeiende lijn niet door alle punten hoeft te gaan. Het kan zijn dat er een aantal meetpunten gegeven is wat juist buiten die grafiek vallen. Dus, en je gaat hem nooit voorbij het eerste en het laatste meetpunt tekenen, tenzij dat je daarom gevraagd wordt. Maak eventueel een legenda, dat is dus als je meerdere afhankelijke variabelen hebt. Bijvoorbeeld verschillende soorten planten waarvan je de kiemplantjes gaat meten. En die wil je in één grafiek zetten. Dan krijg je een tabel van je metingen en de grafiek. Dan moet je die grafiek bij je resultaten nog aflezen. Je benoemt wat je in de grafiek zit, de belangrijkste punten. Dus bij een toename van op de x-as is er meer of minder op de y-as te zien. Een voorbeeld hier. Bij de toename van de concentratie dieselolie in het water is er minder groei van kiemplanten. Dan blijft nog over de conclusie. En de conclusie is het antwoord op die vraagstelling van je onderzoeksvraag. Voorbeeld is: dieselolie heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de kiemplant in dit geval. Dan ben je er nog niet, want je moet nog iets zeggen over je hypothese. En in dit geval zeg je dan: de hypothese is juist. Als deze onderdelen erin staan, dan haal je alle punten die je kunt krijgen bij je examen. Veel succes met studeren!